In februari 2015 publiceerde de Onderzoeksraad voor Veiligheid het rapport Aardbevingsrisico's in Groningen. Vanwege het belang dat de Onderzoeksraad hecht aan de destijds geformuleerde aanbevelingen en de grote zorgen die de inwoners van Groningen nog steeds hebben over de wijze waarop met hun belangen wordt omgegaan, heeft de Raad besloten om na te gaan, in hoeverre zijn aanbevelingen zijn opgevolgd en zich een beeld te vormen van de actuele situatie in de provincie. Groningen heeft naast de problemen rond gaswinning en aardbevingen ook te maken met vraagstukken zoals de economische ontwikkeling en krimp van de bevolking. Er is sprake van een stapeling van problemen die een verband vormen en niet los van elkaar kunnen worden gezien. Door de jaren heen zijn aardbevingen zowel in getal als in kracht toegenomen, min of meer synchroon met de omvang van de gasproductie. Een complicerende factor hierbij is echter dat er nog steeds onzekerheid bestaat over de exacte relatie tussen de hoeveelheid en snelheid van de gaswinning en het aantal en de kracht van de aardbevingen. De gaswinning is inmiddels vastgesteld op een maximum van 24 miljard kubieke meter per jaar, maar er is nog geen consensus over een veilig niveau. Dit leidt in Groningen tot onzekerheid over de veiligheid, zelfs als de gasproductie nog verder wordt verminderd. Ook de schadeafhandeling door de NAM is een bron van onvrede onder de bevolking. Het aantal schademeldingen is groot, in 2016 bijna 18.000. Ook zijn er veel verschillende partijen en regelingen. Schades en de wijze waarop de schadeafhandeling verloopt hebben een grote impact op bewoners, vooral op mensen met meervoudige schades. Een groot aantal woningen en gebouwen moet versterkt worden om toekomstige schades te voorkomen. De schaal en omvang van deze versterkingen zijn kostbaar en ingrijpend. Er bestaat veel onzekerheid over de termijn waarop de versterkingen gerealiseerd worden en hoe dit zal gebeuren. De aanbevelingen uit het rapport van de onderzoeksraad zijn deels door partijen opgevolgd. Hoewel in de mijnbouwwet inmiddels een adviserende rol van provincie en gemeenten is vastgelegd. Resulteert dit nog niet in een herkenbare plaats van het burgerperspectief in de besluitvorming? De Raad vindt de rol van het ministerie van Economische Zaken ten opzichte van andere departementen nog te groot. Wel is de onafhankelijkheid van het staatstoezicht op de mijnen versterkt. Er wordt meer onderzoek gedaan naar de diepe ondergrond, maar een integrale benadering ontbreekt. Economische Zaken en de NAM hebben stappen gezet naar meer transparantie. Maar worstelen nog met het opzetten van een brede dialoog met bewoners, waarin onzekerheid rond gaswinningen en aardbevingen een expliciete plaats krijgt. Het complexe nieuwe stelsel voor de schadeafhandeling, waarin de NAM nog steeds een rol speelt, heeft er niet toe geleid dat de onvrede over dit proces is afgenomen. Ook zijn er hoge kosten voor adviseurs en bemiddelaars. Soms zijn de proceskosten hoger dan de uitgekeerde schadevergoeding. Naar het oordeel van de Raad leidt dit alles eerder tot afname dan tot herstel van vertrouwen. Bij de versterkingsopgave speelt naast veiligheid de factor tijd een belangrijke rol. Hoe langer het duurt voordat woningen worden versterkt, hoe meer de vraag rijst of het op dat moment nog nut heeft. De onzekerheid over de directe relatie tussen het volume van de gaswinning en de aardbevingen speelt hierbij een rol. De stroperige processen van versterking en schadeafhandeling hebben een negatief effect op de Nationaal Coördinator Groningen, die als ambtenaar van Economische Zaken wordt gezien en niet als onafhankelijk bestuursorgaan. De Raad is van oordeel dat de overheid de schadeafhandeling in eigen hand dient te nemen en er ruimhartig gecompenseerd moet worden. Verder pleit de Raad voor een integrale afweging van alle grote vraagstukken die in de regio spelen: een veilige gaswinning. Op maat gesneden schadeafhandeling en versterking en voor Groningen belangrijke problemen als economische ontwikkeling en bevolkingskrimp moeten in samenhang worden aangepakt. Het is cruciaal dat Groningen ook wordt voorbereid op de toekomstige gevolgen van de gaswinning en de betrokken partijen zich niet alleen richten op het herstellen van de ontstaande problemen. Bij deze opgave past een organisatie met een positie en mandaat. Zoals bijvoorbeeld de vroegere Herinrichtingscommissie voor Oost-Groningen, die in staat is met wettelijke bevoegdheden deze belangen tegen elkaar af te wegen en daar besluiten over te nemen.